Wil jij weten hoe jij jouw talent optimaal kan benutten? Luister dan naar de Ongekend Talent Podcast. Deze podcast is te vinden via YouTube, Spotify, iTunes en SoundCloud. Dit was mijn, uh, mijn puntje. Ik had gezegd, uh, uh, ik had gevraagd: oké, okay, um, ik ben er klaar voor om het te laten zien. En toen kom jij op mijn pad. <laughs> Ja, echt te gek, Dus uh, ja, ja. <laughs> dit is namelijk echt wel een puntje voor mij geweest om mezelf hierin te laten zien. Ja. Uh, in de zin van inspireren voor andere mensen, wat ik wel graag wil. Ja. Dus, Zullen we uh, dan gewoon beginnen? We gaan beginnen. Want ik vond het startje eigenlijk al wel mooi wat je al vijf seconden geleden zei. Wat zei? Dus uh, nou, je zegt inspireren van andere mensen en ik ben er klaar voor. Ja. Dus uh, nou, uh, even het officiële gedeelte. Welkom. Eva. Hi, Danny. <laughs> we zitten natuurlijk alweer een tijdje te praten. Ja. Zoals altijd. Het zou een beetje gek zijn dat je hier binnenkomt, zit, komt lopen. Je gaat zitten en je zegt gelijk gewoon... Oké, okay, we starten nu. Het ja. zou niet heel relaxed zijn. <laughs> klein beetje uh, introductie. Um, Eva Voeten. Um, ik heb boven mijn papiertje geschreven. Ik heb eigenlijk heel weinig opgeschreven. Want uh, we kennen elkaar een klein beetje. En we hebben een voorgesprekje ook gehad. Um, ik heb eigenlijk de titel... Uh, van, um, van deze podcast heb ik de Power of the Mind genoemd. Tof. Is dat terecht? Ja, die vind ik wel tof. Ja? ja? Supercool. Waar ik het met jou over wil gaan hebben, inhoudelijk, dat is over wie jij bent. Ja. Uh, wat je in je leven hebt meegemaakt. Um, Leuk. En eigenlijk aan het einde, wat jij nu doet en waar je ook succesvol in bent in je bedrijf um, Bliss. Ja. Bliss Hypnobirthing. Um, wil ik het eigenlijk hebben over... Het stukje hypnobirthing, ja. wat dat is um, en dan vervolgens hoe komt het dat je dan daarmee begint. Dat is niet omdat je een ambacht, ambachtelijke opleiding hebt gedaan als kok vroeger, nee, uh, bijvoorbeeld, <laughs> maar, zou wel een mooie switch zijn. <laughs> ja, dat zou een carrière switch zijn. Ja, ja. ik ga nu beginnen met hypnobirthing. Ja, ja. Um, ja, laten we daar eens beginnen. Hypnobirthing. Neem mij eens even mee. Um, wat is dat? Wat houdt dat een beetje in? Wat doe je dan eigenlijk? Um, met hypnobirthing, um, ik noem het eigenlijk liever een cursusje logisch nadenken. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Um, het is heel belangrijk dat we de fysiologie uh, van ons eigen lichaam, met name bij vrouwen dan, hè, weten... Dat we weten wat er in ons lichaam precies gebeurt tijdens de zwangerschap, maar met name ook tijdens de geboorte. Mm -hmm, mm -hmm. En um, ja dat je weet welke spieren, welke hormonen er in het lichaam aan het werk zijn en hoe je daarmee samen kunt werken. Uh, heel veel vrouwen zijn bang voor de geboorte. Omdat uh, we met name bang gemaakt worden hè, door media en door uh, horrorverhalen van anderen. En um, dan Trigger je een bepaalde angst in jezelf. En uh, op, het dat, op het moment dat je angst in je lichaam hebt. Uh, ga je spanning wegzetten. En uh, ja met spanning in je lijf. is het niet zo makkelijk. om een baby'tje los te laten, natuurlijk. Een bevalling is, uh, is loslaten. En als je weet. hoe je die angst en die spanning. in de mind. en in je lijf weg kunt halen. Met de tools die ik in uh, HypnoBirthing aanrijk, mm -hmm. dan uh, kun je heel liefdevol, en zacht en comfortabel uh, je kindje op de wereld zetten. O, oh, te gek zeg. Ja, en dat is heel mooi. Is het ook zo dat. Um, dat heb jij ook. Uh, uh, ja, het is heel moeilijk te meten natuurlijk. Nou jawel, het kan wel natuurlijk. Heb jij ook stellen gehad die. Um, zonder HypnoBirthing een kind. Op de wereld hebben gebracht. En met. En die echt tegen jou zeggen. Wow, dat is echt wel een verschil. Of is dat kort ja. door de bocht? Ja? Ja, ja, zeker. Ja. Um, juist ook uh, een hoop stellen die bij mij komen omdat ze een nare ervaring hebben gehad bij eerdere geboortes. En um, uh, van een eerste of een tweede kindje of een derde. En dat ze bij mij voor de tweede, derde, vierde komen. En uh, die echt. Ja, zo'n enorm verschil hebben ervaren in het stukje ook regie hebben zelf over de geboorte. Um, uh, ik ben van mening dat het er niet doet, toe doet hoe een, hoe een geboorte gaat. Of het nou um, helemaal thuis is, natuurlijk, en uh, uh, in een bad of wat je wil. Of dat het in het ziekenhuis gaat zijn, dat maakt helemaal niet uit. Mm -hmm. Het gaat over je gevoel achteraf erover. En uh, doordat je kennis vergaart. Uh, dus uh, het stuk fysiologie gaat leren. Uh, weet wat er gebeurt in je lijf. Weet hoe je daarmee samen kunt werken. Mm -hmm. Ook al kan het dan nog steeds intens aanvoelen. Um, uh, en uh, doordat je kennis vergaart van de omgeving, van de handelingen die er uh, bij geboortes verricht kunnen worden, ja. kun je meer uh, met het proces meegaan in plaats van dat het je overkomt. Ja, en mooi. vaak dat gevoel van uh, overvallen worden door alles wat er allemaal om je heen gebeurt, geeft een naar gevoel. En uh, door uh, een stukje kennis te vergaren, een uh, beetje um, ja, creëer je voor jezelf een, een prettig gevoel achteraf. Omdat je gewoon hele bewuste keuzes kunt maken. Ja. En dat scheelt enorm. Ik, uh, ik, ik moet ineens denken aan. Uh... Uh, een zinnetje wat, wat wel eens gebruikt wordt in uh, coaching. Uh, gevoel is altijd waarheid. Ja. Um, maar vervolgens, de zin die daarna komt, is um, maar gevoel. Uh, en dan vraag ik altijd van, oké, okay, maar waar komt gevoel vandaan? Nou, waar komt gevoel vandaan vaak, Eva? Waar komt gevoel vandaan? Wat gaat er aan van een gevoel? Veel al. Een gedachte? Precies. Ja. Uh, en dan zeg ik maar, uh, gedachten zijn manipulatief. Ja. Ja, toch? Ja. In wezen. Ja. Daar moet ik gelijk aan denken, want um, in wezen zeg je eigenlijk uh, twee dingen als ik je zo hoor. Dus je uh, gaf aan het begin van je betoog aan uh, uh, loslaten. Ja. Mooi woord trouwens, loslaten. <coughs> want um, ik denk dat dat voor, uh, voor heel veel mensen een heel belangrijk woord is, om dingen los te leren laten. Überhaupt in het leven. Precies. Ja. En ik denk ook dat dat iets is waar je je hele leven mee bezig bent blijft altijd om dingen los te laten. Ja. Ik ga er ook helemaal anders praten. Loslaten. <laughs> loslaten. En um, uh, tegelijkertijd dus het loslaten, ook op het moment fysiek loslaten. Ja. Maar je zegt dus ook um, die vervelende gedachtes, um, dingen die je misschien in je opvoeding inderdaad te horen of verhalen die je meegekregen hebt, ja. om die ook los te leren laten. Want dat is nogal een kunst, hoor. Dat geloof, ik, dat geloof ik. Want als je dan, want dan is, het, het is losgelaten. Ja. Het kind is geboren met, ja. met de hulp die uh, jij biedt. En dan ben ik heel benieuwd hoe je dat doet zo dadelijk. Ja. Um, en dan is het kind is op aarde, nieuw kind geboren? Um, en moeder en vader hebben geleerd van jou om los te laten. Um, tijdens de geboorte uh, van het kind met de bevalling. Hoe, hoe manifesteert dat zich? Um, bij een moeder dan? Of bij een vader? Hoe zijn zij anders nadat ze bij jou zijn geweest? Um, ik denk als je meer zelf de controle durft te nemen, en dat is het vaak, want veel mensen uh, zijn er nog niet aan toe om, om dat te durven, um, dan. Um, heb je het gevoel van controle? Ik denk dat veel mensen. Uh, dat is mijn visie. Ik denk dat veel mensen zich prettig voelen bij het gevoel van controle te hebben. Ja. En wat doen we als we zwanger zijn? Dan gaan we naar een verloskundige. En dan uh, zoeken we eigenlijk vrij weinig uit. De meeste vrouwen weten niks van hun eigen lichaam. Weten niks van hoe. Hoe het precies nauwkeurig in elkaar zit. Wat er gebeurt tijdens de zwangerschap of de geboorte. Natuurlijk worden er oppervlakkig wel dingen aangestipt. Maar er zijn vrij weinig mensen die echt de diepgang opzoeken. in hoe dat fysiologisch gezien allemaal in elkaar zit. Is dat omdat we dan het een beetje uit handen geven aan het systeem? Zijn we dat zo gewend of zo? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Want ja. um, uh, je gaat naar een verloskundige toe en je gaat ervan uit dat zij jouw geboorte gaat verlossen. Ja. Ja, ja en, weer dat. Ja. Ja, ja, er is heel veel taalgebruik hoor. In, in, uh, in dat wereldje zeg maar, rondom zwangerschap en bevallen. Uh, wat goed is om gewoon eens over na te denken. Ja. Voor ieder mens overigens, denk ik. Sowieso in de, ja. in de taal. Maar met, met zwangerschap is dat echt heel erg opvallend. Ja. Um, en bevallen. Um, maar ja, we geven onszelf dus letterlijk over aan meestal een vreemde. He, want hoe goed ken je je verloskundige nou? Daar heb je gewoon een paar afspraakjes mee gehad. En um, uh, vaak ga je uh, naar een praktijk... waar een aantal verloskundigen aan het werk zijn. Ja. Dus um, je kent ze niet. En dan geef je de controle... wat de meeste mensen een fijn gevoel vinden... van het baren over aan een vreemde. Die niet precies weet wat jij prettig vindt... of hoe jij je voelt of hoe jij denkt. Ja. En dat, dat geef je helemaal over... Ja. En dan is het denk ik lastig om daar um, achteraf een goed gevoel bij te hebben als je niet helemaal op één lijn hebt gestaan. Ja, en wat denk je van de controle weer pakken op het moment dat die verloskundige en de hulp die je hebt uh, ineens verdwijnen? Na ja. Wat is dat, na veertien dagen of zo? Of eerder? Een week heb je meestal. Een week? Uh, ja. En dan sta je er ineens helemaal alleen voor. Ja. ja. Dat is ook heftig eigenlijk. Ik heb daar nooit zo over nagedacht, maar. Lichter aan, als jij je goed voorbereidt door bij mij de cursus te komen doen. <laughs> Precies, ga allemaal naar bliss toe. Nee, maar dat nee. Ja. Nee. nee, maar als je je goed voorbereidt, dan um, uh, ga je logisch nadenken over, over dingen, over dingen tijdens de zwangerschap, over dingen tijdens de geboorte, over dingen tijdens de uh, kraamweek en de periode daarna. Ja. En uh, leer je gewoon zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wat wat vaak heel een heel prettig gevoel is. Want ja. het geeft dus de controle. En die verantwoordelijkheid, want... Um, uh, ik heb je horen zeggen... zelf de controle durven nemen. Ja. De controle dus niet uit handen... Um, ja. geven. Um, waar hebben we het dan over? Wat voor soort tools... rijk jij aan? Um, hoe gaat dat? Um... Doordat je um, dus echt goed gaat leren wat je kunt verwachten um, uh, van jezelf... van je eigen lijf, van je eigen mindset en uh, van je omgeving... Um, durf je weer meer te vertrouwen op je eigen capaciteiten. Vrouwen zijn ervoor gemaakt om een kind te dragen en te baren. En het zou toch heel gek zijn als dat bij een gezonde vrouw en een gezonde baby niet alleen kan. Ja. En op het moment dat je dus uh, al die informatie bij elkaar hebt verzameld, keert er vaak ook een soort van rust bij ouders. Van oh ja, maar het, het is heel normaal. Het is een heel logisch proces. En uh, we kunnen dit gewoon zelf. Ja. En dan hoef je ook veel minder snel iemand daarbij te hebben. Of in ieder geval wel uh, misschien in de buurt, maar niet per se bij de geboorte. Ja. Kun je het gewoon zelf doen, samen, als ouders, je baby ontvangen. Ja, mooi is dat hè. Dus ja. dan is het niet meer um, het systeem uh, en iedereen die jou assisteert die uh, het kind ontvangen. Maar het is echt nee. alleen de ouders, de Zetten, moeder. Zoals de het vader. hoort. Instinctief is het ook gewoon. Hè? Precies. Ja. Maar de, de, de geboorte is iets heel natuurlijks en instinctiefs. Ja. Alleen op het moment dat je dus um, ervan uitgaat dat een ander alle kennis heeft voor jou, over jouw lijf. En over wat er met jou moet gebeuren, ja. ben je niet echt meer naar je eigen instinct aan het luisteren. Nou, ja, je geeft letterlijk nee. alles uit handen. Precies. Een van de belangrijkste dingen in het menselijk leven, denk ik zelfs wel. Ja. Als je het zo stelt. Ja, ook voor de baby. Ja. Want op het moment dat een babytje op een zachte manier geboren wordt. Um, zit een baby lekker in zijn vel. Heeft een baby een goede, stabiele basis? En kan zijn of haar leven op die manier voortzetten? Ja. Maar kun je nagaan als een babytje een traumatische ervaring heeft gehad, wat, wat best wel vaak voorkomt, jammer genoeg? Ja. Um, ja, dan heeft zo'n uh, zo persoon een hoop uit te werken nog in zijn leven. Want wat, uh, misschien een lastige vraag, maar wat zou traumatisch kunnen zijn voor een, uh, een babytje dan? Ik heb daar even geen. Nou, bijvoorbeeld um, uh, medische pro procedures, hè, uh, heftigere dingen als een, een vacuumpomp of uh, oh, ja. een keizersnede. Ja. Maar het kunnen ook de dingen zijn um, uh, als een moeder heel veel stress ervaart tijdens de geboorte, niet goed kan openen, niet kan loslaten, ja. waardoor een babytje tegen strak gespannen spieren aangedrukt wordt. Uh, hartslag van een baby daalt daar vaak van. Um, alle stresshormonen die in het lichaam van de moeder zitten, komen ook in de baby vrij. Ja. Dus um, uh, dat kan heel traumatisch ervaren worden. Ja, het is voor ons al niet goed. Hè. Volgens mij is stress een van de uh, grootste veroorzakers van heel veel ziektes. Ja. Uh, dat is volgens mij algemeen bekend. Uh, zoek het maar op. Volgens mij uh, een tijdje terug hadden natuurlijk Albert Zonneveld ook in de podcast en die gaf aan dat ik weet de cijfers niet meer precies, maar ik schrok wel echt, hij had het erover dat. Het ging dan over burn-out, maar dat is natuurlijk gerelateerd aan stress. Ja. Uh, uh, onderdeel daarvan. Hè? Stress is onderdeel van burn-out. Uh, hij gaf aan dat twee derde of zo, misschien is dat veel te veel, in ieder geval de helft. Heel groot in ieder geval uh, in 2030 van de wereldbevolking uh, burn-out wordt, of is dan ja. tegen die tijd. Ja. En dat is natuurlijk gerelateerd aan stress. Stel dat je dan ook nog eens zwanger bent en je geeft dat door aan, uh, aan je babytje. Ja. Die heeft ook een immuunsysteem. Ja, uh, ja dat is niet echt, uh, echt best, zeg maar, om het zo maar heel licht uit te drukken. Nee, en, en wat de meeste mensen ook niet beseffen, is dat baby'tjes um, ja, vrij snel, uh, bijna vanaf het moment van conceptie af aan, gewoon al bewustzijn en gevoel hebben. En uh, dat stuk wordt heel vaak overgeslagen. Ja. Hè, als we zwanger zijn, dan denken we aan uh, het materialistische, wat we nodig hebben, de spullen, uh, babykamer in orde maken, alle spullen voor de geboorte die je nodig hebt. Ja. Ja. Maar niet aan de ontwikkeling van de baby op emotioneel, hè, psychisch vlak, om uh, daaraan bij te dragen, om een kindje daarin op een goede manier te laten groeien. Ja. Ja. Ja, het kan bijna niet toevallig zijn, natuurlijk. Want toen wij uh, ons uh, voorgesprekje hadden, een week geleden of zo. Ja. Toen stuurde inderdaad iemand aan mij een uh, recent onderzoek van de Erasmus Universiteit ja. door. Uh, wetenschappelijk aangetoond met allemaal scans. En uh, hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet precies. Ik heb het even kort uh, gescand. Ja. Maar daar staat dit inderdaad letterlijk in dat we. Um, vaak vergeten dat een kind. Er wordt wel eens gezegd dat ah, de eerste zoveel jaar. Hè, dat werd vroeger een beetje gezegd. Heeft een kind natuurlijk nog niet echt uh, know-how over wat er gebeurt? Dat werd vroeger best wel vaak gezegd. Ja, um, vandaag de dag nog steeds. Ja, nou ja, gelukkig zijn, is de wetenschap daar nu ook al uh, uh, wat verder in. Ja, gelukkig uh, wel. Genoeg mensen hebben dat nodig om overtuigd te raken dat het ook anders zou kunnen zijn. Ja. Uh, jij wist dat natuurlijk al veel langer. Ja. Um, want dan komt een stel bij jou en die zeggen: Van goh, we hebben helemaal geen ervaring met hypnobirthing. Met wat voor motieven komen mensen bij jou en hoe ontvang jij ze en hoe ga je ze dan een introductie geven in wat jij doet? Hoe doe je dat? Um, nou, ik geef gratis informatieavonden, dus um, dan kunnen mensen gewoon even komen kijken of het wel bij ze past. Um, uh, ik laat ze gewoon uh, zien en ervaren uh, wat hypnobirthing inhoudt um, door uh, alvast een stukje kennis mee te geven mm -hmm. het, het logische nadenken van uh, überhaupt hoe de baarmoederspieren werken dat is maar een, een kleine topic die ik dan aanraak maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen al wow is niet dat het zo in elkaar zat, of he, nee. dat, dat dat het gevoel is wat je voelt op het moment dat je een kindje aan het baren bent. Ja. Um, en... dat, dat kun je ze laten ervaren. Nee, de oh, ontspanning al. kan ik ze laten ervaren. Oh, ik denk ja, al. Nee, 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 het stukje laten zien van hoe de baarmoederspieren uh, samenwerken met elkaar ja. om een baby geboren te laten worden. Ik ben heel beeldend, dus ik zat even van hoe doe je dat? Ja, ja nee, <laughs> nee. Oké, okay, we nee, ja, gaan nou, we niet doen. span je bepaalde dingen aan <laughs> of zo. Dat je... Nee, oké, okay. okay, maar de ontspanning. Okay. Ja, ja. ja, dus ook een stukje ontspanning laten ervaren. Mm -hmm. en, Um, ja met de hypno um, uh, veel mensen hebben daar gewoon uh, gelijk al een zweverig beeld bij alle Rasta rostelli hè? knip ja. nu met mijn vingers en dan uh, kakel je als een kip ja dat, ja dat is het helemaal niet het is gewoon uh, ja, een beetje meditatie of uh, gewoon diepe ontspanning is het ja. letterlijk uh, je lichaam en je geest loslaten ja. en dat is voor heel veel mensen een uitdaging Geloof, ja, ja. en daar moet je echt op trainen zou dat in het uh, oosten uh, beter uh, zijn? Denk het wel. Ja, denk het wel. Bedenk ik me nu ineens. Ja. Want, want daar is meditatie trouwens is ook wel een tegenbeweging gaande. Hè, dat dat een beetje verplaatst naar, ja. naar ons toe. Omdat het bij ons heel erg nodig is op het moment. De ontspanning, mindfulness, meditatie, et cetera. Mm -hmm. um, maar ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat. Uh, ja, nee, dat is wel een goede inderdaad om eens onderzoek naar te doen. Uh, of uh, de afgelopen honderd jaar er meer natuurlijke uh, gezonde geboortes zijn geweest in het oosten... in tegenstelling tot het westen. zou yeah. zou zomaar kunnen. Ja, yeah. ja. Yeah. Omdat zij veel meer bezig zijn met, als we het hebben over de power of the mind... Yeah. Uh, dan wij over het algemeen in het westen. Yeah. Dus uh, vet. Ja. Hé, hey, wat um, hypnobirthing... Jij zegt uh, meditatie, ja. uh, mindfulness, uh, ontspanning, diepe ontspanning. Ja. Hoe breng je ze dan naar een diepe ontspanning? Doen ze dat zelf? Is het een soort bodyscan achter? Uh, want in hypnose zit ook uh, hy hypnose. Ja, hypnotherapie, hypnose. Ja, ja. Ja. Dus uh, ben jij dan um, hypnotherapeut? Ik ben geen hypnotherapeut. Um, uh, ik geef wel hypnose sessies... En um, de um, hypno in hypnobirthing is voornamelijk zelfhypnose, wat ik mee wil geven. Want mijn doel is ouders in hun kracht te zetten. Uh, ervoor te zorgen dat ze zich niet afhankelijk hoeven te voelen van een ja. verloskundige of, uh, of mij. Hè? Ik, ik wil juist laten zien wat je eigen kracht is, zodat je zelf de controle kunt nemen en een fijn gevoel kunt houden over de geboorte. Ja. Um... Eigenlijk ben jij hun verloskundige. Heb je er zo al over nagedacht? Nee, ik wil, geen, ik wil niemand verlossen, want het is niet lijden. Nee, nee, nee. Maar... Het is mooi. bevallen het is... Het is super tof. Maar ik bedoel verlossen van het feit dat ze denken dat ze iemand anders nodig hebben. Oh ja, de... in die zin, ja. Dus uh, ja, maar je was nog aan het praten, Dat is leuk hè, die woordspeling. Ja, ja, nee, heerlijk. Ja, nee, vind ik echt. Ja. Dat is er niet voor niks. Ja. Maar ga verder. Um, waar was ik? Ja, goeie. Um, het is iets heel moois, um, de geboorte. Jij helpt ze daarbij. Um... Oh, de zelfhypnose. Zelfhypnose. Ja, ja. zelfhypnose um, is wat ik ze aanleer. Dus ik leer ze aan om zelf in een hele diepe staat van ontspanning te kunnen raken. Of het in ieder geval samen te kunnen creëren. Dus dat de partner. Um, die komt ook alle lessen meedoen bij mij in de cursus. Zodat ook de partner weet: dit is wat er fysiologisch gezien gebeurt met mijn vrouw. Um, dit is wat zij prettig vindt, dit is wat ze niet prettig vindt. Zo kan ze makkelijk ontspannen en loslaten. Hier mm -hmm. wordt ze gespannen van en gaat ze niet loslaten. Zodat de partner ook uh, ontspanningstechnieken toe kan passen. om zijn vrouw weer in een rustige staat te krijgen. om los te ja. kunnen laten. En zichzelf, denk ik. Ook wel, toch? Ja. Het leuke is ja. um, dat ik vaak ontzettend enthousiaste reacties krijg van de mannen. Mm -hmm. Omdat ze over het algemeen meegesleurd worden door hun vrouw voor een cursusje, hypnobirthing, hahaha. Ha. Ja. En uh, na les 1 zijn de meeste mannen om. Ja, echt? Ja. En ja. waar zit dat? Wat zeggen ze dan vaak? Um, oh, dit had ik helemaal niet verwacht. Um, en, uh, maar dit kan ik dus zelf ook toepassen. Ja, ja, het is niet alleen voor zwangeren. Het is ook gewoon om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren. Lekker in je vel te zitten en uh, te ontladen van je stress. Ja. Ja. ja, mooi is dat. En ik moet ook gelijk denken, ik kan me zomaar voorstellen... Dat, uh, dat je ook wel eens dingen meemaakt die onopgelost zijn in relaties. Die dan naar voren komen. Ja, ja. Heb je daar een, een, een voorbeeld van? Um, niet specifiek. Wel um, dat een stel me achteraf bedankte, omdat ze uh, uh, in de weg van HypnoBirthing, van de cursus, uh, echt wel wat struikels hebben gehad met elkaar ook. En dat ze elkaar echt weer even opnieuw hebben moeten vinden daarin. Maar dat dat wel gelukt was, en ja. uh, mede dankzij HypnoBirthing en uh, mijn visie daarop. Ja. Dus um, ja. ja. Maar niet, ze hebben niet specifiek verteld wat, wat het dan was? Nee. Ja, nou, wat je natuurlijk wel hebt, wat, wat, wat mijn ervaring is... Uh, en dat weten mensen ook wel die luisteren naar de podcast... is dus dat ik, uh, wat jij ook weet, mezelf wel bezig hou met mediteren en dergelijke. Mm -hmm. Dat ik dat een heel interessant uh, iets vind wat mij echt heel veel brengt. Yeah. En, weet je, wellicht is het een beetje projectie op deze situatie, maar ik kan me zomaar voorstellen... wat mijn ervaring is met meditatie, is... het is een vorm van um, um, hele diepe zelfreflectie. Ja. En, ik en kan dat me zo... gebeurt ook. Ja, dat gebeurt. Beurt... Ja, precies. ik ja. kan me zomaar voorstellen dat je... Um, als ze bij jou gekomen zijn, dat ze ook wel even de balans op aan het maken zijn. Precies. Van waar sta ik eigenlijk? Waar staan wij eigenlijk in onze relatie? Ja. Um, ja, ik ja. kom me maar voorstellen dat dat wel gebeurt ook. Ja, en juist omdat je dat proces samen doormaakt. Um, samen ook uh, aan de slag gaat met je geboortewensen. Meestal ook wel geboorteplan genoemd. Maar ja, een geboorte kun je niet plannen. Dus uh, ik noem het liever wensen. Ja. Um, kom je erachter wat je nou fijn vindt en wat je niet fijn vindt. En doordat je dat samen aan het doen bent. Kom je elkaar ook weer tegen van hé. Hey, maar ik dacht dat jij uh, uh, het prettiger zou vinden als we deze handelingen zouden verrichten. Of nee, maar hè, dan ga je samen dieper nadenken over uh, het belang van bepaalde handelingen. Ja. En, en dan kom je, kom je elkaar ook weer tegen. Ja. In de zin van hoe ja. kun je goed samenwerken daarin en op één lijn blijven liggen. Ja, ja en, en tegelijkertijd komt bij mij ook nu, um, um, je zegt wens of plan. Ja. En uh, er zijn genoeg mensen die geen wens hebben. Nee, um, en die het ook... gewoon maar ondergaan. Ja, maar je hebt ook genoeg mensen die zeggen: Nou, uh, wij hebben niet de wens om um, aan kinderen te beginnen. Oh, Misschien zeg ik het al niet goed in, in jouw um, vocabulaire. Ja, uh, je moet <laughs> alles zeggen hoe jij het doet. Ja, nee, zeker, <laughs> zeker. Maar. Um, uh, dan heb je een, een, een wens of een plan, maar uh, dan heb je ook uh, uh, anticonceptie. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Ik kan me zomaar voorstellen dat je denkt: van ja, het moet er natuurlijk iets zijn. Nee, ik heb daar geen mening over. Iedereen moet daarin zelf doen waar hij zichzelf prettig bij voelt. Ja. En um, uh, dat geef ik ook altijd heel sterk mee in mijn cursussen. Vaak hebben mensen een beeld bij hypnobirthing dat het uh, helemaal gericht is op natuurlijke geboorte: en um, uh, hem, dat je in een bad moet bevallen, en dat dat de hypnobirthing manier is. Naar mijn mening en visie is dat helemaal niet. Het gaat erom dat je een goed gevoel erover hebt. Ja. En iedereen heeft daar weer een andere manier voor. Ja. En uh, ik denk dat het juist mooi is als we respect kunnen hebben voor elkaars eigen manieren. Dat dat oké okay is. Zolang je maar wel de kennis geeft uh, om je, jouw manier te kunnen vinden. Ja. En dat stukje ja. ontbreekt vaak. Dus hè, er zijn zoveel mogelijkheden en manieren en tools om uh, jouw eigen fijne manier te ontdekken in uh, uh, überhaupt in het leven, maar ook in uh, uh, het baren en het loslaten. Ja. Um, en um, ja, als je als je die manier voor jezelf, als je dus een breed scala hebt en je kunt daarin gewoon je eigen manier vinden, ja. dan uh, is het altijd goed, denk ik. Ik denk ja. dat het belangrijk is dat je gewoon voor jezelf een goed gevoel erover hebt. En hoe die weg is, dat doet er niet toe dus ja. ook anticonceptie of noem het maar op ja. uh, zelf ben ik natuurlijk wel heel pro natuurlijk ja. maar wat iemand anders doet dat moet iemand anders lekker zelf weten. zolang je je maar goed voelt en lekker in je vel zit volgens mij is dat het allerbelangrijkste wat je mee wil geven hè? dat gevoel ja, ja. Dus um, gevoel geef je mee. Ja. Uh, ja, gevoel, het gevolg van een gevoel is een bepaalde uiting, een gedrag vaak. Ja. Uh, wat je ook weer waar je andere mensen ook weer mee beïnvloedt, natuurlijk. Ja. Uh, de, 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 de energie die je uitstraalt. Sommigen vinden energie als je daar uh, uh, op ingaat, misschien wel heel zwaar. Ik vind dat niet. Ik leg dan altijd uit, nou, als er een flinke ruzie geweest is in een, in een team. En jij stapt. Precies op het moment dat iedereen oh, dit doet binnen, nou dan voel je dat daar iets, iets niet helemaal oké okay is. En, ja. um, ik denk dat iedereen dat voorbeeld herkent: dat je op een verjaardag komt, dat je denkt wat heerst hier een raar sfeertje. Ja. Nou, dat is dus energie. Ja. Um, um, dus, dus dat is niet echt erg hocus pocus, uh, wat mij betreft. Um, maar ik kan me voorstellen dat je dat overdraagt op je partner. Ja. Op je kind. Zeker ja. als je kind nog in je, in je buik hebt als, als vrouw zijn en je baarmoeder ja. hebt. Ja. Um, dat gevoel vind je onwijs belangrijk. Dat, ja. um, um, en gedachten die gaan daaraan vooraf. Um, hoe is dat bij jou in jouw leven um, zo'n topic geworden, eigenlijk? Waar startte dat? Um, dat is eigenlijk uh, gekomen toen ik ziek ben geweest in mijn verleden. <coughs> Um, op mijn twaalfde kreeg ik een, uh, uh, zoals het werd benoemd uh, door het ziekenhuis... een uh, ongeneeslijke ziekte. Uh, mijn ouders zouden me overleven. Ik zou nooit kinderen kunnen krijgen. En uh, ja, dat uh, kwam even in als een bom uh, bij ons thuis natuurlijk. Ja. En uh, ik ben een jaar lang heel erg ziek geweest. Uh, ik had uh, auto-immuunziekte SLE... Ik had de ergste vorm ervan, dus uh, zowel van binnenuit als van buitenuit op mijn huid. Ja. Uh, SLA is uh, eigenlijk uh, dat je te weinig witte bloedlichaampjes hebt, waardoor je eigen cellen of bloed, ik, ik weet daar niet zo heel ja, specifiek man, ja. vanaf, maar uh, je eigen immuunsysteem gaat gewoon weg en uh, je lichaam gaat zichzelf aanvallen. Ja. En dat slaat uh, aan de binnenkant op je organen. Um, uh, en aan de buitenkant was het uh, op mijn huid ook al bezig. Ja. Um, en uh, op een gegeven moment uh, ja, hadden artsen dus gezegd: van: Nou ja, dit is vanaf nu af, alleen maar aflopende zaak. Dit komt niet meer goed. En uh, uh, je, ja, ga, je gaat je dochter uh, overleven. Jeetje wat heftig voor je ouders ook. Ja, ja. man. Ja, heel, uh, daar hebben ze heel heftig ervaren. Ja. Ja. Oh, Bij enigszins. Kind of nee, ik ben de middelste van het bent de middelste? E. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Heftig, toen was je dus 12? 12, ja. Oké, okay. en heb je dan uh, acne? Ben je ziek? Ben je misselijk? Uh, hoe ziet dat? Hoe manifesteert um, zich dat? Bij mij uh, uitte het zich in uh, buikpijn, dus um, ergens in mijn buik uh, werden mijn organen aangetast. Uh, ja, ik lag echt te schreeuwen van de pijn op de bank. Uh, ik ging bijna niet naar school, ook kon ik niet naar school. Ja. Um, en um, het hield heel veel dingen in. Wat ik me nog gewoon heel goed kan herinneren is dat ik niet tegen kou kon. Dus ik, ik had het altijd extreem koud. Mm -hmm. um, maar ik kon ook niet tegen warmte. Uh, want de zon die, die fikte gewoon op mijn huid. Dat was onverdraagzaam. Ja. Um, ja, je immuunsysteem um, is je afweer. Precies, ik kon eigenlijk niks handelen. Ja, heftig ja. man. Ja. Heet je zeg. Dus um, ja, dat was een heftige tijd. En vooral ook um, uh, de onderzoeken in het ziekenhuis, omdat niemand. Het, het heeft best even geduurd voordat ze door hadden wat het was. Mm -hmm. um, dus um, ik heb als kind zijn de best heftige onderzoeken gehad. Waar ik, uh, waar ik echt nog wel uh, wat trauma aan overgehouden heb. Ja, want je gaf ook aan inderdaad dat, uh, dat ook naar aanleiding. Want... Je zegt, ik ben er klaar voor om een verhaal te vertellen. Daar yeah. begonnen we eigenlijk een beetje mee. Yeah. Um, en, en ik herken dat zelf ook wel heel erg van, uh, van, van mijn vader toen hij uh, kanker had en uiteindelijk overleden is. Dat je, als het iets zo lang geleden is ik was ook twaalf trouwens oh, dat mijn okay. vader ziek was. Dan ga je terug en dan ga je terug en dan ga je dat eens bespreken met je moeder. Want in je eigen perceptie is dat dit gebeurt, dat gezegd, ben je in dat ziekenhuis geweest. En dan ga je dat allemaal nog eens eventjes, wat jaren later, ga je dat nog eens de revue laten passeren. En dat had jij ook naar aanleiding van dat we die podcast op gingen nemen gedaan, ja. En hoe was dat om dat gesprek dan met je moeder te voeren over die tijd? Waar hebben jullie het over gehad? Ja, wel heftig. Ook hoe we het allebei hebben ervaren. En dat ik echt uh, uh, zelf vooral ook uh, flashbacks kreeg van, van bepaalde handelingen in het ziekenhuis die nodig waren om mijn lichaam te onderzoeken. Uh, uh, een stukje uit mijn huid halen, uh, uh, een scan van mijn hersens maken. Maar... ging je zo'n koker in natuurlijk. Ook MRI. die, ja, heb ik ook een aantal keer gehad. Heel heftig is dat. Oh, heel veel mensen ook. Ik heb er ook een keer, dus echt keihard lawaai. Ja, ja. Heel, heel intens. En uh, ja, als twaalfjarige ziek meisje daarin liggen is niet... Uh, nee. Is niet goed voor je mind in ieder geval. Nee. 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 En toen heb je dus scans gehad. Uh, uiteindelijk zeiden ze dus, wat je net al zei... Um, komt uh, niet meer goed. Dat komt niet meer goed. Nee. Je bent ongeneeslijk ziek. Ja. Um, en toen? Um, daarbij ook nog uh, gewoon echt in Rotterdam in het kinderziekenhuis uh, uh, regelmatig geweest. Hè? Echt met specialisten. Ja. Omdat mijn ziekte destijds ook niet uh, uh, nog niet uh, heel erg bekend was. Ja. Um, uh, dus om maar aan te geven dat veel verschillende gespecialiseerde artsen die conclusie hadden getrokken. Ja. Um, toen die uh, mededeling werd gedaan aan mijn ouders, uh, heeft met name mijn moeder gezegd: Nu is het afgelopen. Die gaan we niet doen. Ik ben er helemaal klaar mee. We gaan het op een andere manier aanpakken. Kijk, daadkracht. Precies, ja. ja. Um, zij dacht: uh, We gaan helemaal geen afscheid nemen van mijn, uh, van mijn eigen kind. We gaan uh, andere manieren zoeken om, uh, om uh, genezing te creëren. Ja. Um, dus uh, toen ben ik uh, met mijn moeder naar, um, hij noemt zichzelf geloof ik, Meester Dang van uh, Stichting Spiritual Human Yoga gegaan. Oké, okay, cool. Die geeft uh, cursussen Universele Energie. Um, dat is een beetje uh, Rijki-achtig. Ja. Ik denk dat het daar wel een beetje mee te vergelijken ja. is. Reiki is toch met dat tikken op verschillende. Nee, dat is iets anders. Rijki is uh, oh, ja. behandelen. Um, uh, ja eigenlijk met warmte op oh afstand ja, energetisch gezien ja, ja. Ja. ken ik wel ja, ja. Um, officieel mocht je die cursus niet uh, op zo'n jonge leeftijd doen maar omdat ik die ziekte had en uh, ik op was gegeven uh, had hij persoonlijk gezegd kom maar je bent uh, je bent welkom je ja. mag hem doen ja snap ik ja, ja. en um, ik heb toen uh, twee delen daarvan gedaan en um, het grappige is: mijn moeder heeft mij best wel gedwongen om daarin mee te gaan. Want ik stond daar zelf eigenlijk niet zo voor open. Mm -hmm. uh, mijn moeder heeft ook echt al wat te verduren gehad met mij uh, in die periode. <laughs> ja. Ja, en, um... ja, je was natuurlijk ook gewoon kind. Ja, ja. En, en richting de puberteit, hè, want toen was ik inmiddels dertien. Ja, ja. uh, dus een um, uh, tikkie opstandig wel, zacht <laughs> uitgedrukt. <laughs> en um, um, toen, uh, toen zijn we dat gaan doen. En toen ging, uh, dat is een, een begin geweest uh, van waar het beter ging met mij. En toen begon mijn lichaam uh, te genezen. En toen zijn wij nog terug geweest. Ik weet niet meer precies de periode die daartussen heeft gezeten. Maar dat is niet lang geweest in ieder geval. Nee. Um, uh, dat wij terug zijn geweest naar de acht in het ziekenhuis. En uh, dat mijn moeder zei dat ze ter controle hoe het met me ging, ja. en dat mijn moeder zei: Het gaat heel goed met Eva. En dat ze mij ging onderzoeken. En dat ze zeiden. Hè? Maar hoe kan dit nou? Het gaat ja. echt heel goed met Eva. Maar dat klopt niet. Ik zei moeder, ja, dat klopt wel. Want we zijn dit en dit en dit aan het doen. Ja. He, we begonnen met uh, universele energie. Um, uh, daarna nog veel boeken en andere methodes toegepast. Ja. En waardoor het beter ging. En um, die arts, hij vroeg wel, um, uh, wat heb je dan precies gedaan? Ja. Uh, ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik daarbij zat. En dat hij zei, uh, of dat mijn moeder uitlegde wat we gedaan hadden. En dat hij zei, hmm, oké. Okay ja, stuur maar wat informatie daarover. Ja. Ik vraag me af of hij er echt naar gekeken heeft... of dat hij er open voor heeft gestaan. Ja. Uh, maar goed, dat is een conclusie die ik nu trek. Dat, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Um, maar uh, ja. Bizar zeg. Vanaf dat moment uh, ging het ineens alleen maar beter met Eva. Jeetje. Ja. En weet je nog dan wat die man... Um, ik zei niet voor niets, the power of the mind. Ja. Uh, aan het begin. Weet je nog wat die man destijds gedaan heeft en uh, wat jij uh, meekreeg als, noem het even, huiswerk? Meesterdank bedoel ja, je? Ja. Um, nou, ik denk... de um, <coughs> cursus universele energie is natuurlijk um, energetisch werk. Um, uh, alles, alles bestaat uit, uh, uit trilling. Um, uh, onze cellen bestaan uit trilling. Um, ja, alles in, in uh, onze gedachten bestaan uit trilling... Uh, dat, dat zijn naar mijn idee wetenschappelijke, uh, zijn genoeg wetenschappelijke onderzoeken die dat onderbouwen. Van ja, fysica. Precies. Ja. En um, uh, ik denk uh, dat alleen al door daar te zijn in een andere trilling, een andere vibratie, ja. dat dat een begin is geweest van mijn herstel. Dus um, uh, alleen al door mezelf te omringen met mensen die met gezondheid bezig waren en uh, je trilling te verhogen naar een, een gezonder, en beter niveau. Uh, dat daar het beginstuk is gemaakt van mijn genezingsproces. Ja. Weet je wat gaaf zeg. Ja. En, jouw, en jouw moeder dan? Want was jouw moeder al met zulk werk uh, bezig hiervoor? Of, nee, nee of... dat is echt, echt gekomen doordat ze. Niet bereid was om afscheid te gaan nemen van mij. En uh, uh, een soort van gedwongen weg om wel anders te gaan kijken. Bizar, hè? Ja. Dat ja, het, uh, ja eigenlijk, eigenlijk wil ik zeggen dat het zover moet komen. Ja, maar dat is ook vaak. Wel hè? Ja, dat is vaak. Vaak moet het heel ver gaan totdat mensen een bepaald bewustzijn creëren. Ja. ja. En zelf heb ik dat ook nog steeds wel hoor. Want ik weet zelf rationeel gezien heel goed hoe, uh, hoe het allemaal werkt. Maar ik heb natuurlijk zelf ook nog steeds echt wel mijn dingen. of mijn fysieke klachten. Dat ik denk: hè, had ik het nou zover moeten laten komen. om zoveel last te hebben van mijn lijf? Ja, ja. Ja, want ik vind dat een heel interessant iets ook. als je daarover praat. Uh, ook in, uh, in lijn met, uh, met zen-meditatie. Ja. Um, ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat heel veel dingen. Waarvan jij weet dat is niet goed voor mij, um, die je dan toch doet. Ja. Um, ja, heb ik daar een heel goed voorbeeld van? Echt heel veel voorbeelden, maar een goed een concreet voorbeeld. Um, al zit het hem alleen in voeding. Ja. Dat, je, dat je weet ergens van: oké, okay, als ik um, um, heel vet eet, um, dan heb ik buikpijn. Ja. Of dan krijg ik een opgeblazen gevoel. Heel veel mensen, in ieder geval ik vroeger ging zo vaak uit eten en dan had ik alles wat er stond: suikers. En, en ik had altijd zo'n last, maar ik had gewoon geaccepteerd. Top, Iedereen uh, ja, heeft toch dan een opgeblazen gevoel en je zit vol. Ja. Dat is toch normaal? Ja. Terwijl ik de laatste jaren daar heel erg bewust mee bezig ben. En um, hoef ik dus helemaal geen. Opgeblazen gevoel meer te hebben, omdat ik gewoon heel erg oplet wat ik eet. Ja. Dat, dat is dan zo'n voorbeeld. Maar ja. dat is ook in acties doen naar andere mensen uh, op heel veel manieren is dat. Is maar dat voeding ook wat je bedoelt? Ik, voeding vind ik ook wel echt wel mooi dat je die daarbij benoemt. Want voeding is ook zo'n ding waarin we ons eigenlijk overgeven aan uh, uh, wat de rest allemaal doet. Wat, wat maatschappelijk geaccepteerd is. Ja. De gedachtegang dat je uh, vlees of, of dierlijk nodig hebt om je proteïne binnen te krijgen, ja. is al lang achterhaald dat je veel meer uh, proteïne en voedingswaarde uit uh, plantaardig voedsel kunt halen als uit dierlijk. Ja. En toch blijft iedereen geloven, terwijl het al lang bewezen is dat 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 het uit plantaardig beter is voor je lijf, dat het veel makkelijker opneembaar is en dat daar veel meer voedingswaarde in zitten. Ja. Blijft iedereen voeding geven aan het bijgeloof dat je daar dierlijk voor nodig zou moeten hebben? Ja. Heel raar vind ik dat. Ja, Daar ik, blijf ik me over verbazen. Ik ging van de week ging ik sporten en toen zat ik in de auto. En toen dacht ik aan uh, toen ik uh, jong was, ja, 17, 18. En dan ging ik fitnessen, want dat was toeren. Ja. En iedereen, uh, ik weet niet of je dat uit die tijd ook nog uh, weet. Uh, uh, iedereen had echt heel veel kwark. Ja. Kwark was, zeg maar, ja. kwark eten en rood vlees. <laughs> ja. Ja. ja, Dat had je nodig. Ja. Uh, en dat, was, ja, dat waren de beste voedingsstoffen om te herstellen. Um, en als ik daar nu over nadenk, nu zie ik in de sportwereld, laatst ook zo'n uh, zo Netflix-serie Game Changers, ja. echt te bizar voor woorden gewoon, dat de, de, de grootste topsporters van de wereld, decennia lang, zijn ze gaan uitzoeken. En dat zijn allemaal veganisten blijkbaar. Heel veel daarvan. Precies. Ja. Ja. ja, bizar. Ja. En dat is dan ook wel, denk ik, een beetje um, um, waar jij vanaf dat moment wel heel erg jezelf mee bezig bent gaan houden. Met die aspecten in je leven, toch? Nou, of ik niet was, gelijk? Nee, niet gelijk. Dat is echt wel een groeiproces geweest, hoor. Um, uh, toen was ik voornamelijk met de mind bezig, uh, mijn moeder. Oh, ik ben mijn moeder zo dankbaar. <laughs> mijn moeder, die, um, uh, die heeft door die universele energie zelf ook echt inzichten gekregen. Hoe mooi, uh, uh, hoe mooi het lichaam werkt. Uh, hoe, hoe tof onze eigen capaciteiten zijn. Mm -hmm. En uh, wat er allemaal uit te halen valt. En um, zij is zelf verder gegaan met alfa-trainingen. Oké, okay. um, alfa-training is eigenlijk uh, ook. Uh, visualiseren. Dus um, je doelen visualiseren. Uh, zowel fysiek als van je omgeving. Mm -hmm. uh, om dingen te kunnen creëren. Wat oh, ja. te gek. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar... ook met uh, uh, bijvoorbeeld uh, het visualiseren... met de uh, Pavlov-theorie. Uh, ja. Ja. Dus um, uh, ja, dat als je iets bedenkt... Uh, en daar heilig in geloof dat je daar een, een fysieke lichamelijke reactie op creëert. Ja. Um, en uh, dat is vaak wat er dan gebeurt, uh, zowel in gezondheid als in ziekte. Alleen jammer genoeg is 80 of misschien wel 90 procent van onze mind onbewust. Dus ben je heel veel signalen naar je lijf aan het sturen, waarmee je uh, bepaalde dingen kunt creëren. Ja. Ja. Ja, wat ik wel um, heel sterk weet, en jij gaat daar nog, nog een stuk verder in, en daar wil ik echt heel veel over weten. Ja. Maar wat ik wel echt heel erg sterk weet, is bijvoorbeeld met uh, affirmaties. Ja. Um, dingen blijven herhalen. Hè? Dus als je mm -hmm. uh, misschien onzeker bent over jezelf, ja. um, dat je tegen jezelf zegt, ik mag er zijn, ik ben ja. knap. Ik. Als je dat heel vaak herhaalt en herhaalt in je hoofd, ja uh, Dat is een affirmatie natuurlijk. Uh, sommige mensen gaan er nog verder in. Die zeggen, nou ga maar eens twintig minuten in de spiegel kijken... en ga jezelf dat maar eens vertellen. Dat is heel confronterend voor heel veel mensen. Ja. Uh, en, um... en ik denk, affirmaties alleen is niet per se genoeg. Want je kunt het wel zeggen, maar geloof je het dan ook echt? Ja, Want dat is een ding hè. Het is wel op het moment dat jij het zegt... en je hebt het gevoel er niet bij... ben je geen signaal naar je lijf aan het sturen. Nee. Of hoe... misschien zelfs wel nog een... een Juist een tegenovergesteld signaal. Hè? Dat je dat je tegen jezelf zegt, oh, je mag er zijn. Uh, terwijl je in je onbewuste denkt, nou wat je nu aan het zeggen bent, uh, je kan maar wat zeggen. Maar ik weet wel, je mag er helemaal niet zijn. Dan ben je juist hele averechte signalen in je onbewuste ja. aan het sturen. Nou, ik weet wel, als je biochemisch kijkt, hè, met, uh, uh, als jij bijvoorbeeld door een bepaald proces heen gaat, ja. uh, in meditatie kan dat zijn, bijvoorbeeld pijn, omdat je een best wel lang zit vaak in een bepaalde houding. Als je in een lotus of pyrmaanse zit gaat zitten, dan kan wel heel veel pijn doen. Ja. Dus dan stuur jij een signaal naar je lichaam um, dat je pijn hebt en dan komt er stress vrij, cortisol en noem maar op. Ja. Het is niet leuk, je wil bewegen, maar dat is dan juist niet de bedoeling in meditatie. En op een gegeven moment sta je op en die bevrijding van het opstaan maakt weer heel veel uh, uh, endorfine aan, want dan word je weer heel Vrolijk en happy. Ja. Uh, en dan krijg je van die hormonen krijg je natuurlijk een gevoel. Ja. Um, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe, 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 hoe heb jij dat tussen gedachte en gevoel? Hoe leg jij die connectie? Nou, ik denk als jij hem zo omschrijft van langer in een houding zitten, mm -hmm. dan heb je daar van tevoren een gedachte over gehad dat het pijn doet. Ja, ja dat klopt. Ja. Wat nou als je. Bijvoorbeeld al een visualisatie gaat maken uh, en daar een gevoel bij gaat creëren. Dat het zo ontspannen en zo relaxed gaat zijn om in die houding te kunnen zitten. Dat jouw spieren daarvoor gemaakt zijn dat je dat makkelijk kunt dat je dat makkelijk aan kunt. Uh, sterker nog, dat je daarvan geniet om uren in die houding te zitten, dat het heel comfortabel voelt en uh, wat denk je dat er dan met je lijf zou gebeuren? Nou, als jij dat zo met zo'n stem zegt, dan, uh, <laughs> dan word ik al bijna rustig. <laughs> dat is natuurlijk je werk ook. Ja, ik wou zeggen. <laughs> Stel nou, dit. <Danny>, <laughs> nou ja, ja ik, maar dan, dan heb je het mij verteld. En dan, of dan heb ik het mezelf verteld. En dan is het nog ja. gedachte. Maar dat is wel training. Dus hè, ik denk uh, dat we onszelf uh, in, in deze maatschappij in ieder geval redelijk kwijt zijn geraakt in uh, ook ons kunnen van ons denken en wat we daarin teweeg brengen. Ja. En um, uh, ik weet inmiddels voor mezelf wel, um, hè, net zoals je in de sportschool uh, moet trainen om daar resultaten te bereiken, moet je voor ontspanning net zo hard trainen of misschien wel nog veel harder, omdat dat veel, veel meer uitdaging is. Dat, dat ja. doen de meeste mensen namelijk niet. Nee. Dus hoe, hoe ga je daar dan naartoe? Ja, dat is vaak een uitdaging. En daar uh, moet je echt mee trainen. Gewoon heel consequent mee trainen. Ja, ik denk ja. ook dat, dat je dan um, traint... Um, ja, misschien moet je me nu gaan nuanceren, maar ik ga, ik ga iets zeggen. Ja? Ik denk dat je uh, jezelf traint tegen de menselijke natuur in... En dat bedoel ik mee, Dat uh, ik zie je al kijken. Ja, ik ben uh, Dat, dat uh, evolutionair gezien, um, wat ik dan weet vanuit de psychologie... en omdat ik dat gewoon interessant vind... is dat ons limbisch systeem, hè, waar onze amygdala zo onderdeel van is... die um, um, zeker in de tijd van de jagers en verzamelaars... Um, moesten zij op het moment dat er gevaar was... Moesten wij kunnen reageren? En dan hadden we drie reacties: vecht, vlucht, ja Dat komt daar vandaan. En ik zeg wel eens ook tijdens trainingen dat onze amygdala een soort van radar is, die zo op ons hoofd staat, en die constant aan het zoeken is naar gevaar of naar aandacht. Nou, dat doen we heel goed in het nieuws, sociale media, zien we allerlei. Beelden um, van um, gevaar, ja. maar ook um, um, dan heb je het over natuurlijke selectie. Ja. Ook van um, um, uh, knappe mensen, et cetera. Dus jouw hele beeld van wat normaal is. is helemaal vervormd. Is helemaal vervormd. Ja. En dan tegen de menselijke natuur in, tegen die radar die op je hoofd staat, wat ja. eigenlijk ons geleerd is om te overleven. Ja. Gaan we proberen te zeggen, nee, die gaan we niet negeren, dat is misschien niet het juiste woord. Maar we gaan zitten, luisteren naar ons lichaam. Kan met meditatie, kan wellicht op andere manieren. Um, ga je luisteren naar je lichaam en ga je toch die ontspanning opzoeken. Ondanks dat die radar heel de tijd op zoek is. Ja. Dat is... Veiligheid creëren, ja? denk ik. He, op het moment dat jouw systeem, uh, je autonome zenuwstelsel. Uh, zich veilig voelt, hoef je niet naar die vechtvluchtbevriesreactie te gaan. Ja. En hoe voel je je veilig? Die vraag stellen mensen zichzelf denk ik niet zo vaak. Hoe voel je je veilig? Hoe voel je jezelf in jezelf veilig? Ja, dat is, dat is een mooie toevoeging. Hoe voel je jezelf in jezelf veilig? Ja. Stel je dan nu die vraag aan mij? Want dat, ik vind het wel leuk om daarover na te denken. Doe maar. Um, nou, ik vind dat echt een hele goede vraag, want dat is juist biochemisch gezien, dus gevoelsmatig gezien. Hè? Ik hou het even bij biochemisch, maar dat kan mm -hmm. ook veel vakken. Ja. Energetisch uh, heb ik wel um, geleerd om mijn ademhaling dan in meditatie uh, als anker te gebruiken uh, om mijzelf veilig te voelen in mijzelf. Helemaal je toe, ja. Ja, dat is, dat is dan mijn tool, dat is mijn anker. Ja. En dan denken mensen: ja, moet ik daarvoor gaan mediteren? Nou, door die meditatietraining ja. um, kan ik het ook in een vergadering of um, whatever oproepen, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, om gewoon mezelf op mijn ademhaling te concentreren en me daar veilig bij te voelen. En dat is van mij, van niemand anders. Dat bij wijze van spreken is heel de wereld vergaat. En ik heb geen kleren meer aan mijn lijf. Niets, dan heb ik altijd nog dat. Ja. En dan voel ik me heel veilig. Ja. Dat is mijn. Dat is een mooie. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Heb je nog meer tools? Ik heb alleen maar mijn ademhaling. Nou, ademhaling is denk ik echt wel een hele belangrijke. Want met je ademhaling. Um... Uh, kun je ook echt um, uh, naar het rationele stuk of naar je gevoel toe gaan? Hm. Op het moment dat jij heel gestrest in je, in je vel zit, heel gestrest in het leven staat, uh, moet je maar eens op je ademhaling gaan letten. Dan zijn we voornamelijk vanuit de borst bovenin aan het ademhalen, wat dicht bij het ratio staat. En op het moment dat jij je heel ontspannen, veilig en lekker in je vel voelt, kun je diep naar je buik ademhalen. Ik merk in mijn cursussen dat uh, heel veel mensen daar moeite mee hebben om diep naar beneden te kunnen ademhalen. Ja. Dus dat zegt wat over hoe de meeste mensen überhaupt in het dagelijk leven staan. Ja. Iedereen is zo gestrest en zit zo hoog te ademhalen, dat, um, dat ik me voor kan stellen dat het echt een grote uitdaging is om uh, naar die veiligheid en uh, die ontspanning toe te kunnen gaan. Het is ook een esthetisch iets, denk ik. Wat dat je dat mensen. Um, een man die mag geen buikje hebben. Ja. Vrouwen natuurlijk ook niet. Ik wou zeggen, wie wel. Die wel. Terwijl dat. Um, um, vroeger juist. Uh, was dat echt geen issue. Was dat nu nee. een teken van. Gezondheid. Van, gezondheid. Ja. Eigenlijk, hè, een ja. beetje buikvet is goed. Uh, om, om te overleven weer. Hè, daar ja. hebben we hem weer. Ja. Um, en tegenwoordig mag dat niet. moet het een sixpack zijn. En uh, je kent de reclame wel. Uh, Althans, ik kijk weinig TV, maar. Ik wou zeggen, ik kijk geen tv nee, TV. nee, maar. Dat weet je wel, dat, dat er een dame langs komt lopen en dat de man zegt: Ik heb geen buikje. Oké. Okay. Nou ja, weet je, maar ik denk ook dat het een esthetisch, dat is een, een uiterlijk kenmerk is wat geaccepteerd. Meer geaccepteerd wordt dat je um, daardoor meer ook vanuit je borst gaat ademhalen. Om te laten zien: kijk, ego, ik ja. ben er, dat dat ook meespeelt, denk ik. Ja, en zou heel goed kunnen. Ja, ja toch? Ja. 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 ja, interessant is dat. Ja. 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 Hé, hey, maar jij gaat dan nog verder in. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want nu hebben we het over meditatie, mindfulness. Ja. Adem uh, uh, gebruiken als anker. Ja. Uh, herken ik heel goed. Um, je had het net over doelen stellen. Ook dat jouw moeder, uh, die is daar verder in gegaan. En snap ik. Ik bedoel, ja. kom op. Um, het leven om... is zo mooi. Er valt zoveel uit te halen. Ja. ja. En, en, en hoe heeft dat. Zich daarna, want je zegt: uh, uh, het, is een, het is een weg die je, uh, die je, die je, die je aflegt in je ja. leven. Um, wat zijn nog meer voorbeelden waarin jij bepaalde doelen gesteld hebt? Of wellicht andere mensen daarmee geïnspireerd en geholpen hebt? Um, nou, ik denk um, um, hoe ik het het beste uit kan leggen. Um, op een gegeven moment uh, zijn de boeken van, uh, daar zijn we mee begonnen, van Louise Hay. Ja. Of tenminste, mijn moeder is daarmee begonnen. Uh, ik heb dat overgenomen. Uh, de boeken van Louise Hee uh, zijn we gaan lezen. Ja. <coughs> en um, um, die gaan ervan uit, of Louise Hee gaat ervan uit, dat uh, achter, elk, uh, achter elke lichamelijke klacht een gedachtegang zit. Dus um, uh, alles waar jij last van kunt krijgen in je lichaam, dat het voortkomt uit de mind. En um, nou ja, we weten allemaal wel dat als je uh, te veel stress hebt gehad, je daar uh, hoofdpijn van kunt krijgen of ja. uh, last van je nek, last van je rug. Uh, als je te gespannen bent geweest. Uh, maar daar zit veel meer Of uh, veel meer nuances zitten daarin. Ja. En uh, ja, dat geldt op heel veel vlakken zo. En um, uh, toen um, is het boek van Christiane Beerlands uh, ook op ons pad gekomen. Ja. De sleutel tot zelfbevrijding. En um, uh, ja, die heeft gewoon echt een hele psychologische uh, gedachtegang bij elk ziektebeeld. Ja. En uh, toen ik, als ik nu nog steeds als ik uh, mijn ziekte daarin teruglees, van hoe je dan in je vel zit uh, en wat je daaraan zou kunnen doen. Ja. Um, nou, het is alsof ik een omschrijving van mijn, van mijn vroegere ik aan het lezen ben. Ja. Uh, heel heftig wel, confronterend ook. Um, want het is natuurlijk niet iets waar je zelf voor kiest. Nee. Het is niet dat je denkt. Hey, uh, geef mij even een ongeneeslijke ziekte of zo. Uh, dat is een onbewust proces uh, van hoe je in het leven staat, hoe je in je vel zit, of je ongelukkig bent of niet. Ik was heel ongelukkig in die tijd. Ja. Um, en um, het mooie daarvan vind ik uh, dat je dus uh, geen slachtoffer hoeft te zijn. Dus dat je nooit uh, hoeft te bedenken wat overkomt mij nou. Dat je. Uh, doordat, het, doordat het niet de intentie was, dat bedoel je. Um, ook. En, en ook doordat je uh, voor jezelf kunt kijken: uh, wat zegt deze ziekte van mij? Hoe zit ik in mijn vel? Wat zou ik, uh, hoe zou ik me anders kunnen voelen, gedragen, om ervoor te zorgen dat ik weer gezonder en lekkerder in mijn vel zit? Ja, ja. wat ik zo bijzonder uh, vond ook uh, uh, aan ons uh, gesprekje. Uh, ik ga dan natuurlijk. Um, kijk, ik ben met meditatie bezig en ik ervaar veel meer rust. Veel meer uh, dat ik dichter bij mezelf sta. Dat ik steeds beter wat ik weet wat ik wil. Ja. Um, um, en dan gaan we dit gesprek aan en dan merk ik nog steeds dat ergens de analyticus toch weer in mij naar boven komt. En ik denk, velen met mij. Ja. En dan stel ik jou van die. Kritische vraag, stelde ik jou van de kritische vragen. Ja. Uh, want in wezen, uh, heel erg kort door de bocht, zeg jij met de mind kun je dus. Um, uh, ik nuanceer hem een klein beetje, bijna alles genezen of voorkomen. Ja. Dat zeg je eigenlijk. Ja. En dan ga ik jouw sceptische vraag stellen, dan zeg je, Danny, ik twijfel daar niet aan. Het is zo. Ja. Dit is voor mij gewoon, dit is een weten. Dit is niet een. Denken. Het, het mooie is Albert Einstein en Nikola Tesla, om maar twee voorbeeldjes te noemen, die zijn hier al lang mee bezig geweest. Die hebben zoveel mooie dingen weggezet in de wereld al. Die kennis is er al lang. Die is er al lang. En dat zijn twee personen die bekend zijn uh, waarvan ik het weet, maar die kennis is natuurlijk al veel langer beschikbaar. Ja. Um, en toch. Uh, toch gelooft niet iedereen het. Nee. Nee. En dat zijn, we ook, dan, okay. zijn we dan arrogante wezens? Nah, dat zeg jij niet, maar dat nee, zijn mijn we, woorden. Nee, dat zou ik zelf niet zo benoemen. Nee. nee. Nee, ik denk eerder onbewust gewoon. Onbewust. Onbewust. Ja. Ja. Misschien ook wel uh, valt... spannend dat we, dat, dat we angstig zijn voor... Um, dat we eigenlijk mee, ja, dat we meer in de hand hebben dan, dan, we denken. dan we denken. Ja, ik denk dat dat voor veel mensen heel spannend is. Dus misschien wel het stukje verantwoordelijkheid. Een mm -hmm. stukje verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. ja. En het is natuurlijk ook. Um... Want het blijft hard werken ook. Ja, het is niet, niet oké, okay, uh, ik snap de logica erachter en dan pas ik het even toe. Uh, daar moet je ook echt wel voor werken. Um, uh, je moet jezelf echt wel aan durven pakken ook. Ja. En dat gaat vaak heel diep. Uh, want het zijn uh, overtuigingen, uh, patronen die mee zijn gegeven. Ook uh, misschien wel vanuit je jeugd of uh, uh, vanuit je ouders die daar ook weer ervaringen in hebben. Mm -hmm. Dus het zit vaak heel diep. He, die, die, die onbewuste gedachtegang die uh, aan de gang is. en allerlei signalen naar je lijf stuurt. Waar je, die je eigenlijk liever niet zou willen hebben. Ja. Dus um, vaak is het ook spannend voor veel mensen. om daar naartoe ja. te durven gaan. Want is het überhaupt mogelijk? Heb jij misschien concrete voorbeelden.? Hoeft niet van jezelf te zijn, van anderen mag ook. Um, die heel concreet misschien een gedachte. Uh, een correlatie tussen een gedachte en een ziektebeeld. Is dat, heb je daar voorbeelden van? Um, niet specifiek van de gedachten die erbij hoorden. Wel uh, dat mijn moeder niet zo lang geleden zelf kanker heeft gehad darmkanker ja. um, een vrij heftige vorm. Uh, en dat ze daar binnen zes weken vanaf is gekomen. zo. ja. Dus zij is, is zij en daar heeft ze naar de dokter gegaan. Ja, en, ja want het, daar was wel, ja, het, is, het was wel. Ja, het was wel in, in uh, de vorm dat ze zich echt wel zorgen maakte. Ze had heel veel pijn en uh, uh, het zat niet goed. Nee. En uh, zij heeft er wel keihard voor gewerkt. Dus hè, het is niet zomaar van: oh, ik heb het besef. Um, want dat besef heeft ze natuurlijk al jaren door mij ook, ja. uh, en toch heeft ze zelf ook kanker gekregen, um, uh, ja, onbewust kun je zo signalen sturen uh, in je eigen mind, waarmee je dus uh, ongewenste lichamelijke klachten krijgt, ja. die jou weer een stukje bewustzijn brengen. Ja. Als je daarvoor klaar bent. Ja. Als je daarvoor open durft te staan. Ik zit dan denk gelijk ik. te denken ook, hè? want ik zei net, mijn vader ook kanker, die is overleden. Ja. Mijn moeder heeft ook al een paar keer um, um, uh, kanker gehad. Ja. Um, en ik zit dan, um, als ik dat dan hoor, ik sta overal voor open, dat weet je. Ja. Um, dat ik er zelf ook achter kom hoe krachtig de mind eigenlijk is en ik lees er ook heel veel over. Ja. Uh, wetenschappelijk ook heel veel over gelezen. Ja. Um, ik denk dan, stel nou dat ik morgen uh, last heb van mijn buik, ik ga naar de dokter en uh, je hebt ook kanker. Nee, nee, beter voorbeeld. Vorig jaar dacht ik dat ik het had, dat ik het in mijn heup had. Ja. Hetzelfde als wat mijn vader had. Oh. Stel nou dat ik toen, uh, ik ben toen onder de scan geweest ja. en uh, hij had botkanker. Ik dacht echt dat ik dat had, dezelfde klacht als hem. Ja. Dat is trouwens ook wel een interessant gegeven dat het precies hetzelfde was op ongeveer dezelfde leeftijd wow. als dat hij had. Echt dezelfde klachten. Yeah. En um, mijn moeder misschien luistert ze wel, zei ook <laughs> bedankt mam. Zij zei ook, ja, nee, dat is precies hetzelfde als wat hij had. Yeah. <laughs> dat was natuurlijk super eerlijk. Maar, maar misschien dat er wel een onbewust uh, proces getriggerd werd waardoor jouw lichaam, waardoor je dus eigenlijk hey, vergelijk het brein als een uh, met een computer. Um, uh, je voert daar constant signalen in. Um, het vervelende daarvan is dat 80 tot 90 procent van die signalen onbewust zijn. Wat nou als jij, om maar een voorbeeld te noemen, uh, daar de angst in had zitten als ik maar niet hetzelfde krijg als mijn vader, als ja. het maar niet een, een uh, genetische uh, aandoening is, hè, dat ik precies op dezelfde leeftijd uh, hetzelfde krijg als mijn vader ja. en daarmee dus een signaal aan het sturen bent geweest terwijl je daar niet zelf voor hebt gekozen natuurlijk. Nee. Dat is een tweede. Ja, dat um, maakt ook het onbewuste natuurlijk. Precies, ja. ja. Um, maar uh, dat, je het, uh, dat je dus daarmee die signalen van jouw angst hebt zitten sturen. Ja. Hè, dat het hetzelfde ja. voelde. Ja, daar zat ik ook gelijk aan te denken. Dan, 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 hè, dat, 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 je hoort al het sceptisme in mij. Dat ik denk van ja... Dat moet wel bijna het geval geweest zijn. Met precies dezelfde leeftijd. Yeah. cetera. En het is natuurlijk ook wel een feit hè, dat, het, uh, dat die gedachte gewoon op komt zetten. Tuurlijk. Dat is uh, logisch. En want dat het je is die koppelt angst. aan. Dat is, dat, dat Pavloviaans. Uh, yeah. waar jij het over uh, had. Yeah. Um, maar ik vraag me af. Wat, wat, wat zou jij me aanraden? Stel dat ik uit die scan was gekomen. en uh, um, ik was jou tegengekomen. Wat, 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 wat had je mij dan aangeraden als ik daarvoor open had gestaan? Want dat is wel een voorwaarde natuurlijk. Precies. Um, gaan voor gezondheid. In plaats van meegaan met de gedachtegang. Nu is het klaar. Nu is het de aflopende zaak. Want dan geef je jezelf al op. Dan is het klaar. Op het moment dat je jezelf opgeeft, dan gaat het ook die kant op. Ja. En op het moment dat jij bedenkt: Oké, okay, ik ga voor gezondheid, ik ga er alles aan doen, zowel uh, fysiek als mentaal, om mijn lichaam weer uh, um, gezond te krijgen, dan um, ja, en wat kun je daar concreet aan doen? Um, nou, sowieso voeding, denk ik dat dat al uh, vaak een, een stap is. Ja. Um, uh, een makkelijkere stap, want die mindset is, is vaak nog een, een tikje verder. Uh, met voeding kun je heel veel creëren, waardoor je vaak ook weer wat helderder gaat denken. Hè, als je gezonder gaat eten, misschien dat je dat zelf ook wel ja. aan het ervaren bent. En um, dat je daarmee weer wat meer ruimte creëert voor bewustzijn. En daardoor makkelijker je bewustzijn aan kunt pakken. In de zin van um, kijken wat, wat je ziekte precies inhoudt, psychologisch gezien. Ja. En wat je voor jezelf zou kunnen veranderen. om lekkerder in je vel te zitten. qua ja. mindset. Ja, ja ik, heb, ik heb het idee dat het. Um, um, voor veel mensen. inderdaad makkelijker is. om bij bekende dingen. zoals voeding te beginnen. Precies. Uh, mijn ervaring is wel. als je. Um, uh, goed voelt. Uh, echt goed voelt. en of je dat doet door lekker te gaan wandelen. met de hond, uh, een rondje hard te lopen. Naar de sauna te gaan of te mediteren, ik zeg maar wat. Ja. Maar even een stap terug. Ja. Uh, mijn ervaring is juist omdat je dan echt aan het voelen bent, dat je uh, het dan moeilijker vindt om slecht te eten. Um, ja, het is een wisselwerking. Maar vaak is voeding wel tastbaarder voor mensen. Ja, ja maar zo werkt het voor mij. Ja. Dat ik denk van hé, hey, uh, ik, heb, weet je, ik uh, uh, heb lekker gesport. Ik, ik voel me ontspannen, fijn. Um, ik, 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 ik wil niet die vieze kippenpoten of zo. Weet oh, maar, je wel. maar dat had ik vroeger niet hoor. Vroeger kon ik ook gerust hebben dat ik dacht zo. En nu heb ik lekker gesport. En nu heb ik het verdiend om een hele zak, uh, weet ik het, of een heel pak koekjes of een hele zak chips leeg te vreten. Ja. Dus, um, hè, en juist omdat je dan moe bent. Uh, uh, vraagt je lichaam soms om snelle suikers. Ja. Hè, dus dan. Ja. Uh, nee, dat hoeft voor mij niet per se. Kan ook de andere kant op. Ja. ja. Dus licht er maar net aan ja, waar je zelf gevoelig dat voor is bent. Ook zo. En, ja. en um, uh, er zijn zoveel verschillende manieren. Ik ja. denk dat het vooral belangrijk is dat je je eigen manier vindt. hoe jij uh, naar uh, gezondheid en geluk toe kunt gaan. Ja. Dat je je gewoon gelukkig voelt. Ja. ja. Want de meeste mensen die ziek zijn of ziek zijn geworden, zijn van tevoren niet 100% gelukkig geweest. Ja. Nou, zeg ik wel meteen iets. Ja, ja. Um, dat is mijn visie en mening. Ja. ja, nee, maar dat heb je ook aangegeven. En ik kan me voorstellen ook voor jou: jij zegt, ik ben er klaar voor om mijn verhaal te vertellen. Um, um, daar heb je ook wat jaren over gedaan. Dus ik vind het onwijs ja. knap dat je dat doet. Um, ik wilde bijna zeggen durft, nee, want je bent er klaar voor, dus je, yeah. je doet het gewoon. En wat je ook heel mooi aangeeft nu: dit is gewoon, jij bent gewo je was ongeneeslijk ziek. Yeah. Um, en in de rest van jouw leven zijn er gewoon meerdere dingen voorbijgekomen uh, die jou uh, feitelijk hebben laten zien. Dat de kracht van je gedachten, van je mind, van, van jouw energie op de juiste manier met de juiste intenties inzetten, dat dat heeft zich heel vaak terugbetaald. En ja. ook uh, jouw moeder nu weer. Ja. Alle mensen die jij helpt in hypnobirthing die uh, jou continu daarin uh, bevestigen. Ja. Dus ik voor jou, wat je ook zei, Danny, het is geen denken, het is een weten. Ik ja. weet dat het zo is. Ja, ja het is ervaring. En um, uh, hetgeen waarom ik uh, ook uh, deze podcast mee wilde doen is omdat um, ik vooral mee wil geven dat mijn verhaal geen wonderverhaal is, absoluut niet. Iedereen heeft deze capaciteiten in zich als je er voor open durft te stellen. Ja. ja. Um, uh, ik denk namelijk dat iedereen dit gewoon kan. En uh, uh, zichzelf genezen en uh, veel meer uit het leven kun, kan halen dan je denkt dat je kan, zowel fysiologisch gezien als uh, met je mind. Ja. En um, ja, ik, ik hoop uh, met mijn verhaal daar mensen in te inspireren, maar misschien ook wel stimuleren om ja. op zoek te gaan en verder te kijken dan uh, algemeen aanvaarde kennis. Ja. Ja. En, en wat zou je ze dan als eerste stap uh, aanraden? Nou, in verband met ziekte zou ik zeker wel zeggen, uh, Louise, hey, je kunt je leven helen. Ja? Ja, dat is gewoon een makkelijk begin, uh, duidelijk. Ja. Christiane Beerlands uh, gaat gelijk een stap verder. Ja. En dat kan ja. soms nog wel eens ook wel ingewikkelde taal zijn. Uh. Ja. Ja. Ja, en dan heb je het wel, uh, want nu zoom je dan meteen in op, in wezen als er al klachten zijn, ja. fysieke dan wel mentale klachten. Ja. Um, um, daar zoom je nu op in, dus dat is aan de achterkant. Maar ik zou veel liever hebben, ook vanuit mijn expertise als coach en trainer, ik probeer juist aan preventie veel al te doen als het even kan. Ja. Um, wat zou je mensen in zijn algemeenheid uh, aanraden als ze niet die boeken um, uh, willen gaan lezen? Ze dus zijn geen lezers. Ja. Wat, wat, wat raad je ze aan om morgen te doen? Luisterboeken. Nee. <laughs> ja, naar deze podcast luisteren. <laughs> nee, um, uh, ik denk... Um, ja, wat je kunt doen... Um, ga voor je geluk. Ik denk dat zoveel mm -hmm. mensen zo makkelijk accepteren... dat het leven bestaat uit naar je werk gaan... geld verdienen... Uh, Bijtanken om maar de volgende dag weer te kunnen werken. De meeste mensen doen niet eens wat ze leuk vinden. Die doen het maar voor het geld om maar rond te kunnen komen, om een huis te kunnen betalen of voor materialistische dingen. Uh, waar geen geluksgevoel aan gekoppeld zit. of in ieder geval tijdelijk. Ja. Um, ga voor je geluk, zou ik zeggen. En, en ik denk dat voor iedereen die weg weer anders is. Dus er zijn geen specifieke manieren. Uh, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ja, ja doe waar je gelukkig van wordt. En, en ja. begin met kleine stapjes erin, maar in ieder geval niet um, hetgeen hè, uh, wat, we, wat we gewend zijn. Het werken naar. of oh, het gaan naar je werk en, en. maar doen wat je denkt dat je moet doen. Ja, maar dan sla je gelijk wel een hele belangrijke uh, of dan geef je een heel belangrijk punt aan. Um, ik heb mezelf ook wel een lange tijd afgevraagd, um, maar wat is dat dan, geluk? Wanneer ben je gelukkig? Want je zegt, veel mensen denken ja. um, uh, dat het goed is wat ze doen. Um, dan zijn ze het misschien voor anderen aan het doen. Dat zou ook zomaar kunnen zijn natuurlijk. Hè. Ja. Uh, maar wanneer weet jij nou? Dat voel je. Um, ik denk um, voor mezelf. Op het moment dat ik uh, niet, aan het, uh, niet lekker in mijn vel zit. Um, um, ja, hoe leg ik een gevoel? Vind ik lastig om ja, uit te leggen. Dat is leggen. een heel moeilijke vraag ook, dit. Um, dat, dat is een gevoel van binnen. Dat je, dat, dat je de wereld als mooi kunt zien. Dat je overal van kunt genieten. Dankbaar kunt zijn. Uh, dat je... Um, zelfs van de allerkleinste dingetjes in het leven kunt genieten. Um, een gevoel? Ja, gelukkig zijn. Ja, het is maar goed dat we in dialoog zijn. Want ik stel je eigenlijk, eigenlijk een um, beetje een vervelende vraag. Realiseer ik mezelf? Want jij zit hier en ik doe dit veel vaker. Ja. Uh, dus ik had even de tijd om daarover na te denken. <laughs> dus mag ik even schieten nu? Zeker. Um, en, en ik weet zeker dat jij dat helemaal ondersteunt. En dat je zegt, ja, dat is het. Um, we kennen allemaal het gevoel wel van in flow zijn. Ja. Dat je in flow bent. In flow kun je heel erg ver uitleggen. Um, ik, ik heb jou in het begin van de podcast even dat modelletje laten zien. Hè? Ja. Waar je doorheen gaat um, um, in hypnose ja. ook. Ja. Maar ook in meditatie. Maar ook, en dat vergeten mensen heel vaak, op het moment dat ze bijvoorbeeld uh, Max Verstappen is, echt in flow, als hij achter zijn... Uh, uh, Achter het stuur zit. Want dan is hij echt niet bezig met wat hij morgen moet gaan kopen bij de nee. supermarkt. Nou, dat hoeft hij ook niet meer trouwens. Dat <laughs> laat hij allemaal doen. Maar hij is niet bezig met relaties of andere dingen, want daar heeft hij nee. geen tijd voor. Nee. Dat is een heel concreet voorbeeld. Maar uh, ik had laatst iemand in de training die had het over: als ik aan het zeilen ben, ja. ben ik in flow. Ja. Dan ben ik met, uh, met, 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 met het water, met de wind, met, met, ja, met, met alle uh, 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 dingen die nodig zijn om, om zijn geweldig leuke hobby uh, uit ja. te kunnen oefenen. En het gevoel van flow, hoe zou ik dat omschrijven? Um, flow is, is voor mij, maar ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Als je echt uh, in flow bent, dan ben je niet angstig, dan heb je een gevoel van geluk wat je als kind misschien wel ervaren hebt al vaker. Ja. Um, je schaamt je niet. Je mag volledig zijn. zijn. Ja. ja. En um, dat heb ik de afgelopen jaren uh, en dat is echt pas de afgelopen jaren, Eva, heb ik dat bestempeld als ja, dat is gelukkig zijn. Het woordje ja. Ja. Dat je dat voelt van binnen ja. Ja, dit, dit is, is het. Precies. Ja, nou ja, zie je, je bevestigt het ook. En, uh, ja. en, en het lullige is dat als er mensen luisteren die um, echt niet weten waar je het nu over hebt, mm -hmm. en dat is dan ook wel denk ik even een uh, kritische noot naar mensen die nu zeggen: ja, ik weet echt niet waar je het over hebt, dan durf ik best wel als podcast-host te zeggen: ga eens naar jezelf kijken, bij je dan wel. Um, gelukkig ja. op dit moment. Ja. Het is wel heel kritisch wat ik zeg, uh, realiseer ik mezelf. Maar um, ga eens een hobby zoeken waar je echt blij van wordt, die jij leuk vindt. Ja. Um, is, ik denk dat dat wel eigenlijk een heel concrete. Ik denk dat jij hem heel goed omschrijft. Tip waar we zo samen een beetje, ja, daar had ik je wel voor nodig natuurlijk. Ja. Um, waar we zo samen een beetje tot komen. Ja. Is Mooi. dat gelukkig zijn dan? Ik denk het wel. En dan heb je contrast gecreëerd voor jezelf. En dan weet je dus heel goed van oké, okay, nu ben ik dus eigenlijk een klein beetje um, niet zo heel lief voor mezelf op dit moment. Dat weet ja. je dan op sommige momenten. Ja, en ik denk dat dat contrast juist ook weer iets heel moois is. Dat je uh, daardoor weer verder kunt groeien. Dat je inzicht krijgt in hoe je bezig bent en wat je nog zou kunnen veranderen voor jezelf om nog gelukkiger te zijn. Nog ja. lekkerder in je vel te zitten. Als je maar bereid bent om jezelf daarin aan te pakken. Want is het erg als we af en toe.? Want ja, ik zal je eerlijk zeggen. ik... ja, Als jij mij s'nachts om drie uur wakker maakt. voor een pizza, Quattro Formaggi. en een glas rode wijn. ja, dan ga ik dat echt doen. Hoor je, je vind... er gelukkig van? Ja, man. Dat is toch het belangrijkste? <laughs> Ik vind het heerlijk. Ik denk dat geluk ja. boven alles staat. Dat, je, dat het vooral belangrijk is dat je je eigen geluk vindt in je leven. Ja. En dat je vanuit daaruit gezondheid creëert. Ja. Gewoon ja. dat het in balans is. Precies. Ja. ja. En het is ook helemaal oké okay als het even niet in balans is. Ja. Want daardoor uh, heb je juist weer de mogelijkheden, de inzichten om te gaan kijken: wacht even, hoe sta ik nu in het leven? Mhm. Mm wat ik aan het doen ben, past dat bij me? Word ik daar blij van? Word ik daar vrolijk van? Word ik daar gelukkig van? Ja. Zo niet. Op welke vlakken kan ik mezelf aanpakken daarin? Ja, ja aanpakken daarin. Het blijft ook gewoon echt um, eigenaarschap tonen. Ja. Dus echt um, zeggen van, oké, okay, uh, vriend, uh, je bent een keer flink op stap geweest. Uh, daar heb je last van de volgende dag. Ja. En dat is dan heel concreet. Precies. Dat is heel concreet, dat begrijpen heel veel mensen. Ja. Maar uh, als je een keertje een tijdje heel veel suiker gegeten hebt. en gewoon wat minder lekker in je vel zit. wat ja. uh, inmiddels wetenschappelijk heel makkelijk te verklaren is. dan uh, vinden heel veel mensen het nog heel ver van hun bed. Ja, ja. lijkt wel. Ja, laat staan uh. dit onderwerp. Ja, ja, inderdaad. En ik denk dat we het nog redelijk uh, concreet uh, gemaakt hebben. Ja. Ik ga je een beetje een, um, een vervelende vraag stellen. En jouw kennende vind je die helemaal niet vervelend. Stel nou dat jij uh, morgen. Um, uh, Weer uh, van diezelfde klachten krijgt als die je had toen je twaalf was. Ja. Um, en het gaat echt de foute kant op. Kun je je nu bijna niet voorstellen. Maar probeer het uh, als, dat, als dat überhaupt kan. Um, neem je jezelf dat dan kwalijk? Ga je dan? Nee. Hoe zie je dat dan? Nee, je bent um, naar mijn idee, ben je hier op aarde in je leven om te kunnen leren. En. Um, uh, ondanks dat uh, ik redelijk wat kennis heb, um, uh, ben ook ik maar gewoon een mens en ja. uh, heb ik zeker ook maar momenten dat ik niet lekker in mijn vel zit en uh, daarmee uh, lichamelijke signalen aan het creëren ben. Ja. Um, ondanks had ik het nog uh, een, uh, een uh, vrij intense rugblessure. Uh, ontzettend veel spanning op mijn rug. Nou, ik kon al mijn werk neerleggen, kon helemaal niks meer. Ik werd echt gewoon uh, gedwongen door de pijn om rust te nemen. En toen dacht ik, wacht even, waar ben ik mee bezig in mijn leven? Um, wat zijn de punten waarop ik mezelf aan mag pakken? Waar ja. heb ik spanning zitten in mijn gedachtegang? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn gedachtegang weer relaxter wordt om fysiek ook los te kunnen laten? Ja. En um, ik heb daar zowel um, uh, fysiotherapie en uh, he, fysieke hulpmiddelen voor gebruikt. Maar ik ben ook met mijn mindset aan de slag gegaan. Ja. Met gedachtenpatronen uh, om mezelf aan te kunnen pakken. Om ervoor te zorgen dat ik weer lekkerder in mijn vel kon zitten. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Heel... Rust nemen, de tijd ervoor nemen, erbij stilstaan. Uh, dat het mag zijn. Oké, okay, ik heb gevoeld. Wat wil je me vertellen? Um, uh, en nu ben ik er klaar voor om mezelf aan te pakken en weer verder te gaan. Aan wie stel je dan die vraag? Mijn lijf. Ja, hè? Yeah. Ja. ja. En ik moet ook uh, denken aan het volgende. Want volgens mij um, is dit deze manier van denken... die uh, voor jou geen manier van denken is, maar een manier van zijn. Ja. Yeah. Um, stel nou dat de wereld um, um, niet zo overvloedig was als dat die nu is... We leven in overvloed. Um, we hebben zoveel vangnetten dat we een stap terug kunnen doen als het moet. Ja. Um, of, of ga je daar niet in mee in die gedachtegang? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk dat er, dat er voor iedereen overvloed is, dat dat ook een gedachtegang is. Nee, nee. Of er overvloed is of niet. Als jij bedenkt dat er geen overvloed is, is hij er niet. Er zijn genoeg mensen die in armoede geboren worden. en dusdanig een sterke mindset hebben. Uh, dat ze overvloed hebben gecreëerd voor zichzelf. En dan kom je op het stukje. een beetje The Secret-achtig documentaires. Ja, ja. Hè, um, laatst zag ik uh, voorbij komen. toen dacht ik: oh ja, um, 50 Cent is ook zo iemand die dat zo gedaan heeft. Snoop Dogg. Weet je, ze zijn allemaal van die mensen. die zijn eigenlijk heel bewust van wat ze allemaal hebben gecreëerd. Terwijl je ja. dat niet zou zeggen vanaf de buitenkant, want dat zijn potjes stoere rappers. Ja. Maar stiekem zijn die heel bewust aan het creëren. Ja ja echt een doel voor jezelf het uh, is dus natuurlijk Napoleon Hill zegt het ook ja. hè, in zijn boek uh, Think and Grow Rich ja en uh, dat inderdaad is een mooie. ja The Secret en dan heb je nog uh, Deepak Chopra ja dat was in die tijd vond ik dat um, was het nog heel ver van mijn uh, van mijn bed eigenlijk om uh, dat uh, uh, maar ik geloof ik geloof wel heel erg in als jij uh, en ik heb het zelf ook bewezen ooit met een LTS diplomaatje dat je als je maar echt wil en erin gelooft dat je, dat je veel meer kan. Ja. Um, ben ik gaan studeren? Ik ben het gaan doen. Um, je geluk creëer jezelf. Jij ja. bent de regisseur van je eigen toneel. Ja. Ik, geloof ik geloof daar ook wel in. Ja. Um, maar ik denk dat het voor mij nog tot een bepaald niveau is. Heb ik je ook verteld. Mm -hmm. En um, uh, ik vind het echt onwijs interessant. Goed. Om, uh, uh, ik, ik raak hierdoor geïnspireerd. Ik hoop ook dat we hiermee heel veel andere mensen ook inspireren. Ik hoop het ook. Ja, dat mensen maar mogen ontdekken waar hun uh, ware capaciteiten liggen. Wat er allemaal mogelijk is. Er is zoveel ja. meer mogelijk als we denken. Ja, wat ik heel, ook heel bijzonder vind, het is eigenlijk waar je het nu over hebt. En dat is bij mij volledig gekoppeld aan, uh, aan zen-meditatie. Het is heel klein, heel klein, maar tegelijkertijd onwijs groot. Ja. Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Dus het, 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 omdat het um, niet existentieel is, maar omdat het gewoon in jezelf zit, uh, bij je eigen ademhaling en dat je gewoon gaat zitten en dat je gewoon gaat voelen, wat voel ik nu? Weet ja. je wel? Oh, ik merk een ja. beetje zenuwen. Waarom heb ik zenuwen? Ja, logisch. Je moet morgen voor, je moet een training geven. Je mag zenuwachtig zijn. Ja. Um, en dan de keuze, dat is wel een concreet voorbeeld, wat ik vroeger dan wel eens deed. Uh, was dat ik dan s'avonds lekker op de bank... oh, dan drink ik lekker een wijntje. Want dat deden, uh, dat deden mijn Goeie, ouders en uitspraak. iedereen deed dat ook. Precies, maar dan liet ik niet toe dat ik zenuwachtig mocht zijn. Ja. En ik dronk het, had ik aan mezelf. Niet dat ik dan heel veel dronk of zo. Maar uh, uh, met één of twee wijntjes verdoof je dat Precies. wel een klein beetje... En dan, en dan val je lekker in slaap. En wat nou als je dan op zo'n moment, uh, dat is dan wat ik doe, nu tegenwoordig dan, is ook een proces geweest, um, een visualisatie ervan gaat maken. Dat je jezelf voor je ziet hoe je een presentatie ging geven. Ja of? bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, hoe je die presentatie gaat geven, uh, dat je jezelf daar ziet als succesvol mens, dat je straalt, dat alle woorden die jij uit, dat die meteen aangenomen worden. Uh, dat je heldere, duidelijke taal kunt spreken. Dat je lekker in je vel zit. Vol energie. En uh, dat je als je klaar bent na afloop. een uh, staande, staand applaus krijgt van iedereen. Omdat ze zo blij zijn dat jij bent komen spreken. Ja. Dan zul je al een heel ander gevoel hebben. voordat ja. je ja. daarin zou gaan. Alleen het lastige is dus dat veel mensen. niet naar dat gevoel durven te gaan. En daar zelf iets nieuws van durven te creëren. Ja. Omdat je dan wel eerst vaak even moet voelen. Oeh, ik voel spanning. Hoe voelt dat dan precies? Wat gebeurt er in mijn lijf als ik die spanning voel? Ja. Uh, daar krijg je klamme handen van. Uh, een droge mond. Uh, noem het maar op. Ja. Um, en hoe zou ik dat nou om kunnen zetten? Hè? En dan een visualisatie maken voor hoe je jezelf wel graag wilt zien. Ja. Wat je wel wilt bereiken voor jezelf. Ja. ja, maar ja, Eva, ik ben toch een man? Ik, uh, ik ben helemaal niet gespannen. Ik doe dat ja. gewoon. Nee, maar daar geef ik gelijk het signaal mee af. Dat ja. um, ook dat stukje tussen man en vrouw, uh, mannelijke en vrouwelijke energie. Um, um, wij hebben gewoon een bepaalde norm gesteld. Zonde hè, dat dat zo opgezet wordt. Ja. ja, en dat is hetzelfde ook met um, um, jarenlang is gezegd... nou, één of twee wijntjes per dag is juist goed voor je. Ja. Uh, al die dingen die de wereld in, ge in, in geholpen zijn... door verschillende uh, media en noem maar op... Uh, daar hoeven we geen namen of, 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 of bepaalde dingen voor te koppelen. Ja. Uh, maar uh, dat is wel de norm geworden en dat is voor... Heel veel mensen zo. Maar het is aan jezelf of je die norm aanneemt of niet. Dat is absoluut waar. Maar ja. doe dat maar als jij uh, in een, in een, in een, uit een familie komt. Dat is een uitdaging. Dan krijg je groepsdruk, ja. conformisme. Ja. Dan gaat je heel snel conformeren aan je omgeving. Ja. Want in principe, evolutionair weer gezien, als je niet bij de groep hoort, word je afgestoten. Ja. Nou, ja. uh, toen betekende dat uh, in het dierenrijk nog steeds vaak de dood, want dan kom je er alleen voor te staan. Ja. Um, maar wij als mensen met een bewustzijn hebben wel degelijk de keuze om uh, te doen wat goed voor ons is. Ja. Um, en daarom ook als je er eenmaal een keer aan geproefd hebt op bepaalde manieren. Um, en ik weet zeker als er mensen luisteren die dit. Um, die dit begrijpen, al begrijpen, en er zullen ook mensen zijn die sceptisch zijn. Dan zeg ik van ja, weet je, um, uh, tien jaar geleden, zeg misschien nog minder zelfs, uh, rende ik rond als een stoere militair. En dacht ik alle dingen in de wereld te begrijpen en te weten. En um, had uh, ik echt wel slecht eigenlijk. Ja. Uh, en nu nog steeds niet altijd goed, maar ik ben bewust geworden ja. dat ik heel veel op kan lossen zelf. Door uh, naar andere dingen te grijpen. Zoals lekker eten. Uh, naar de bioscoop gaan. Altijd maar tv kijken. Uh, maar soms ook gewoon eventjes. Een paar stappen terug doen. En gaan voelen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk daarom heel klein. Ja. Heel klein. Maar de uitwerking is heel groot. Ja. Maar je benoemt het als heel klein. Um, ik denk dat jij hem nu als heel klein bent gaan ervaren, dat het een, een, een hele kleine stap is om toe te passen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen dat juist een van de grootste stappen is. Ja, als je hem zo vanuit, zo is die weer heel groot. Want ga maar eens op jezelf de focus leggen. Hoeveel mensen leggen niet de focus op een ander? Ja. De, veel mensen zijn bezig met uh, de focus op de omgeving of op een ander te leggen in plaats van naar zichzelf te kijken. Een ja. stukje eigen verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk ja. makkelijk om met je vingers naar een ander te wijzen hè, voor, voor heel veel dingen. Ja. Ja. ja, herkenbaar inderdaad. Ook nog steeds bij mezelf dat, ik, uh, dat je in een omgeving um, uh, begeeft. Waarbij frictie in, in, in contact is met mensen. En dan ben je heel snel geneigd om die anderen de schuld te geven. Precies. Um, maar wat ik... is het stukje van jezelf? Precies, daar ja. zit absoluut iets van jezelf in. Ja. Al is diegene zo onredelijk. En iedereen zal dat bestempelen als onredelijk. Dan je nog hebt ook steeds. De, je hebt ook de keuze om in een andere omgeving uh, te gaan bewegen, bij wijze van spreken. Ja. Um, dus ja, nou ja, ik, ja, heel interessant is dat inderdaad. Ja, dat is mooi om te zien. Mijn vader die zei vroeger eens tegen mij: uh, als je met één vinger naar een ander wijst, wijs je met drie vingers naar jezelf. Die ken ik. Ja, die heb ik zo uh, aangenomen. Vind ik een hele toffe. Ja. Het is altijd goed om eerst te kijken. Oké, okay, uh, als iemand uh, iets zegt of, of zich gedraagt van wat je niet prettig vindt, wat zegt dat dan van mij? Ja. Welk gevoel in mij wordt er aangeraakt op het moment dat iemand anders zich gedraagt of uh, iets zegt waar jij je niet prettig bij voelt. Ja. En um, dat is tof om te zien hoe je jezelf dan kunt ontwikkelen daarin. Ja. En dus ook een volgende keer uh, wellicht geen last meer van kunt hebben. Ja. Voor jezelf. En dat kan ook al heel concreet zijn door je grenzen aan te geven. Hè? Ook. want ja. Misschien dat die ander helemaal geen besef heeft. Vaak ook niet. Nee. Dat hij of zij over jouw grenzen heen gaat. Nee. Um, en dan heb jij dus nooit aangegeven. Ja. Dat hoor je ook heel vaak dat mensen dan na een bepaald conflict zeggen, had dat dan gezegd? Ja. Ik ja. was me daar echt niet bewust van. Ja. Uh, gaaf. Ja. Hé, hey, langzaam uh, wil ik um, rustig uh, naar het einde kabbelen. Waar yes. ik wel heel erg benieuwd naar ben. Een um, uh, hele grote oh. vraag is dat altijd. Um, stel jij staat, um, jij ligt op je, op je sterfbed, je bent. 110. Jij kijkt terug naar alles wat je uh, gedaan hebt, waarbij je dan uh, onwijs trots op. Dat is een ja. grote vraag, ja. Um, wat je gedaan hebt, en, maar ook zeker nog wat je nog heel graag wil doen. Um, ik denk wel in. Hoe ik bezig ben met eigen verantwoordelijkheid te nemen en die daardoor ook weer op mijn kinderen aan het overdragen ben. Um, mijn streven is een uh, liefdevolle wereld creëren. Uh, dat doe ik met de hypnobirthing en dat doe ik ook door mezelf aan te pakken, uh, waardoor ik uh, het gevoel heb dat ik uh, andere mensen kan inspireren om dat ook te doen. En um, ik denk als iedereen in de wereld eens naar zichzelf zou durven kijken, en um, uh, ja, zichzelf oprecht aan durft te kijken, en uh, te zeggen hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een beter mens word in, in de wereld, dat we daarmee een hele mooie, liefdevolle wereld zouden kunnen creëren. Ja. Ja. En is dat, uh, blijft dat dan bij alleen hypnobirthing? Of zie ik jou op de volgende TEDx op een talk voor uh, weet ik hoeveel mensen? Hoe zie je jezelf dat? Ik, voor nu ligt mijn focus wel echt op hypnobirthing. Want ik denk um, uh, de basis is een babytje. Daar begint het. Ja, daar begint het. En um, als we kinderen op een liefdevolle manier op de wereld zetten... is die basis liefdevol en stabiel. En zullen ze ook... Uh, meer geneigd zijn om op een liefdevolle, stabiele manier te ontwikkelen. Ja. Waardoor je een liefdevollere wereld creëert. Um, uh, ik denk wel dat de hypnobirthing natuurlijk maar een tak is van alles wat er allemaal nog mogelijk is. Ja. Um, en ik ben mezelf ook wel heel veel aan het verdiepen in verschillende materie... die ik graag nog meer de wereld in zou willen brengen. Ja. Ja. Dus ja. Um, wie weet op TEDx. Heel, ja. heel gaaf hey um, om even lachend uh, af te sluiten je hebt vast ook wel een guilty pleasure <laughs> wat is jouw guilty pleasure um, een hele dag mega gezond eten gewoon echt voor veel mensen tegen het extreme aan ja? en dan thuiskomen en ook als de kinderen op bed liggen stiekem gewoon een hele reep chocolade, een hele zak chips achter elkaar naar binnen werken <laughs> En dat doe je <laughs> iedere week. <Nee>. Nou. <laughs> Uh, Wel met regelmaat. Ja, ja, je moet lekker in je vel zitten, toch? Ja, nee, maar ik geef je groot gelijk. En, ja. uh, en we zijn nog steeds gewoon uh, mensen. En je hebt ook aangegeven dat het gewoon echt heel hard werken is. Ja. Um, ik wil je onwijs bedanken voor uh, gewoon het fijne gesprekje wat we gehad hebben. Ja, jij ook bedankt. Ik nou, hoop dat je het als uh, prettig ervaren hebt ook. Zeker. Uh, ik denk dat we mooie dingen aangestipt hebben samen, um, die uh, voor uh, sommige mensen misschien uh, nog een beetje hoogspoken zijn. Uh, maar toch denk ik dat we het redelijk concreet hebben kunnen maken op heel veel vlakken met voorbeelden van ons beiden. Ja. Uh, dankjewel voor je kwetsbaarheid ook daarin. Want ja, je hebt er wel een tijdje over gedaan om dit dan ook te vertellen. Ja. En uh, je mag hier ook nog zitten, gelukkig. Uh, dat zag er toen je 12 was, toch wel echt iets anders uit. Ja. Dus uh, dank hey, je wel. Toch heel Thanks. Yes. Wil jij weten hoe jij jouw talent optimaal kan benutten? Luister dan naar de Ongekend Talent Podcast. Deze podcast is te vinden via YouTube, Spotify, iTunes en SoundCloud.